Ik zag inderdaad in het filmpje van Bouke Becking dat hij aangaf dat hij eigenlijk zijn manier om iedereen betrokken te houden was om iedereen zijn zegje te laten doen en zijn input te laten geven. Om op die manier tot de beste samenwerking te komen. Ik denk dat het in een basketbalteam iets anders is, omdat je toch wel te maken hebt met jongere spelers en ook oudere spelers die misschien meer of minder spelen dan de anderen, waardoor het ook hier en daar wat frustratie kan opleveren. Dat is voornamelijk trial and error, denk ik. Tegen de lamp aanlopen en fouten maken en daar moet je eigenlijk van leren. En dat creëer je door moeilijke omstandigheden op de training voor elkaar te maken. Maar ook zeker wedstrijden spelen en daar moet je lering uit trekken. Het is interessant om te kijken hoe ze mentaal reageren op bepaalde situaties. En de vraag is dan een beetje hoe kun je ze persoonlijk benaderen waardoor je op de juiste knoppen kan drukken om het voor elkaar te krijgen dat ze wel in de goede richting komen weer.